Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag laat ik zien hoe je met een stencil een kaart maakt. Daarbij gebruik ik deze stencil en ik gebruik twee stempeltjes uit deze stempelset. Verder heb ik nodig twee kleuren Distress Oxide, een beetje katoengaren, wat spulletjes om te embossen en stempelinkt. Ik kleur de achtergrond in met Crack Pistachio. Het stencil kan erop en die kleur ik in met modloan. Je kan ervoor kiezen om hier te stoppen, maar ik vind het wel leuk om de klavertjes ook nog een glanslaagje mee te geven. En dat doe ik met embossingpoeder. Dus ik maak het stencil schoon en leg hem weer opnieuw op de klavertjes. En dan gebruik ik embossing inkt. Dat kan gewoon direct met het stempelkussen over het stencil heen. Vergeet hierna niet het stencil schoon te maken, want het lijkt niet alsof het stencil nu vies is, maar dat is het wel. Dus als je dit overnacht laat drogen, dan krijg je een enorme plakkerige laag die je er vrij moeilijk af krijgt. Vraag me niet hoe ik dit weet. Mocht het je toch overkomen, dan kan je met een beetje alcohol de boel wel weer oplossen. Maar beter is het om het gewoon maar schoon te maken. Dan kan de embossingpoeder eroverheen. Dit is een doorzichtige embossingpoeder. En zo krijg je een mooi glanzende laag. Ik ga een klavertje 4 haken. En daarvoor heb ik op internet gekeken en op YouTube om inspiratie op te doen over hoe je zo'n klavertje 4 haakt. Er zijn allerlei soorten patronen en het kan er op allerlei manieren uitzien. Kies vooral iets uit wat jij mooi vindt. Ik zal in de beschrijving van deze video even noteren welke YouTuber mij heeft geïnspireerd. De stempels knip ik uit en ik geef er nog even snel een randje met zwart omheen. Daarmee sluit het beter aan op de rest van de kaart. Om de achtergrond komt een frame en ik plak de woorden in de hoeken. Nou, dan is de kaart al bijna af. Nu mag het klavertje 4 in het midden. Kun je gewoon met hobbylijn doen, dat gaat eigenlijk vrij eenvoudig. Ik leg er daarna nog wel even iets zwaars op om te zorgen dat het garen goed hecht aan het papier. Nou, dan kun je als de lijm helemaal droog is, het klavertje 4 nog een beetje in model drukken en dan is je kaart af. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!